voor de tribune langs, 19-9 de tussentijd en we gaan de laatste kilometer in. Bakker had het veld in slaap gesust met Ismaël Dupré. Nu komt er een wat vlottere laatste ronde. Aan de buitenkant Kevin Griffel, plaats 2. Haltika Di Gheo is derde. Vierde aan de buitenkant Hazardeuze, vijfde Girly Purple. Zesde is Guinness de Janeiro en daarachter als zevende Dalton du Démon. En die maakt een fout in de bocht. Paarden ronden de Z-Turf-bocht. Galoppaarden voor Dalton du Démon. En zijn paarden gaan de rechte lijn nu overzijde nu weer in met Ismaël Dupré aan kop. Ismaël Dupré, Haltika Di Gheo, daar komt Hazardeuze. Hazardeuze gaat hard naar voren. Achter hem aan probeert te gaan Guinness de Janeiro. En zo schuift het hele veld in elkaar. En we gaan op weg naar die laatste bocht, tussentijd 17-5, met Ismaël Dupré nog altijd aan kop. Ismaël Dupré heeft een dichttrek hoofdstel, die staat nog steeds open. Bakker heeft dus nog een hulpmiddel straks om in te zetten. Hazardeuze komt wel dichterbij. Haltika Di Gheo ligt nu derde en de vierde plek aan de buitenkant is voor Guinness de Janeiro. Daarachter ligt Curly Purple. Halverwege de Tjarda-bocht. Nummer 6 galop. Is het nog altijd aan de leiding Ismaël Dupré? Ismaël Dupré komt als eerste in de laatste rechte lijn. En dat dichttrek hoofdstel gaat nu dan wel dicht. Het is aan de reling. Zijde Ismaël Dupré aan de buitenkant Hazardeuze. Die gaat weer naar buiten lopen. Ismaël Dupré aan de binnenkant Hazardeuze loopt naar buiten. Loopt dus ook niet in. Dat ziet Bakker ook. 11-8 de tussentijd. Ismaël Dupré blijft makkelijk voorop. Hazardeuze blijft tweede. En plek 3 is voor Girly Purple. 17-8 voor de winnaar. En de uitslag van koers 5 in de Pink Cocktail Dubuets is ongewijzigd officieel winnaarpaard nummer 3, Ismaël Dupré met Robin Bakker. En ze gingen rond in de kilometertijd van 1.17.8. Ismaël Dupré is een 5-jarige bruinruin van Powerjet uit Adidajora, gefokt in Frankrijk en eigendom van de Spanga Hoeven. Trainer Bas Krebas en winnende rijder Robin Bakker winnen hier dus de Pink Cocktail Dubuets, een onderdeel van de Trotteur van zijn Silver Challenge. Felicitaties zijn voor Robin Bakker van de mensen van de Spanga Hoeven. En ook trainer Bas Krebas is zeer content met de overwinning. Robin, gefeliciteerd. Bas kon het eigenlijk al aan. Het paard werkt goed en hij had gelijk. Ja, dat zei hij tegen mij ook. En het was natuurlijk op papier een mooie koers. Mooi nummer uit de band en paard op goed weg uit de band. Hij zat een klein beetje druk voor de tijd, maar in de koers is het een automaat. En je kon het onderweg het tempo goed naar je hand zetten? Ja, ik kon vlak blijven rijden. En ik denk de laatste kilometer gooien we het tempo wat omhoog. En ja... Ik kon een tandje bijzetten aan de overkant en ik rij een goede laatste 500 naar huis. Dankjewel Robin en gefeliciteerd met deze zege. Dank je. Mooie overwinning van Ismaël Dupré werd aangekondigd door Bas Krebas en ook door Ralf Dekker in de studio als zijn speltop van de avond. En Ismaël Dupré maakt het waar in een tijd van 1.17.8. Tweede werd paard nummer 5, Hazardeuze. Derde de 7, Girly Purple. Vierde de 2, Haltika Di Gheo. En vijfde de 4, Guinness de Janeiro. 3, 5, 7, 2, 4 is officieel in koers 5 de Prix Cocktail Duets. Mooie foto's met de Spanga Hoeven. En een applaus voor Ismaël Dupré en Robin Bakker. Paarden draaien naar de baan toe. De start is gevallen. Start valt, Guinness de Janeiro begint rustig en dat geldt ook in het achterveld voor twee deelnemers. Cabin Griff en nog een andere deelnemer, dat is Dalton du Démon. Die beginnen bijna uit stilstand en die moeten dus wat meters gaan goedmaken. Paarden gaan op weg de eerste bocht in en daar is Ismaël Dupré als eerste. Ismaël Dupré haalt Tiga Di Gheo op plaats 2. Daarachter op de derde plaats volgt Girly Purple die goed begonnen is. En de vierde plaats daarachter is voor het nummer 5 van Hazardeuze. Dat zijn de eerste drie. Dan valt er een klein gaatje naar Guinness de Janeiro. Dan een iets groter gaatje naar Dalton du Démon. En zo komen de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Rechte lijn voor de tribune met nog 2 ronden te gaan. En het is Ismaël Dupré die het tempo maakt met Robin Bakker. Tweede plek daarachter Haltika Di Gheo. De opening uit de banden 1.17.8. Derde plaats is voor Girly Purple. Dan Hazardeuze. Daarachter volgt dan...
Guinness de Janeiro en dan de laatste twee paarden. En die laatste twee paarden daarvan gaat Gabin Grift nu de laatste plaats verlaten. En de laatste plaats is nu voor Dalton Dudemont. Eén deelnemer onderweg in het tweede spoor, dat is Gabin Grift, die graag zijn eigen tempo loopt. Zo'n tempo van rond de 17, dat houdt hij heel lang vol. En in dat tempo is hij onderweg naar voren op dit moment. Gaat door de Z-turf bocht en we gaan de rechterlijn overzijden met Ismael Dupré aan kop. Ismael Dupré, Haltika Di Gueo, dan Girly Purple. En daar komt aan de buitenkant al op plek 4 uit, Gabin Grift. Vijfde plek is voor Hazardeuse. Komt de volgende tussentijd aan, 22-1. Dan kun je ook makkelijk inlopen aan de buitenkant. En degene die dat goed begrepen heeft is Denise Pennekamp, want die schuift nog wat verder door. Zo gaan de paarden de volgende bocht alweer in. Ismael Dupré, Haltika Di Gueo, Gabin Grift nu op plaats 3 aan de buitenkant. Daarachter aan de relingzijde ligt Girly Purple. Hazardeuse kan nu kiezen of de rug van Gabin Grift of aan de binnenkant blijven. Jaap van Rijn heeft die keuze inmiddels gemaakt en gaat een halfspoortje naar buiten. Daarachter liggen nog twee paarden, dat zijn Guinness de Janeiro en Dalton Dudemont. En zo zijn de paarden weer in de rechte lijn voor de tribune. Rechte lijn voor de tribune met straks nog een ronde te gaan. En Gabin Grift gaat nog iets verder door naar voren. Schuift steeds dichter naar de leider toe. En inmiddels is ook Hazardeuse van de reling af. Voor de tribune langs 19-9 de tussentijd. En we gaan de laatste kilometer in. Bakker had het veld in slaap gesust met Ismael Dupré. Nu komt er een wat vlottere laatste ronde. Aan de buitenkant Gabin Grift op plaats 2. Haltika Di Gueo is derde. Vierde aan de buitenkant Hazardeuse. Vijfde Girly Purple. Zesde is Guinness de Janeiro. En daarachter als zevende Dalton Dudemont. En die maakt een fout in de bocht. Paarden ronden de Z-turf bocht. Galoppaarden voor Dalton Dudemont. Zijn paarden gaan de rechte lijn overzijde nu weer in met Ismael Dupré aan kop. Ismael Dupré, Haltika Di Gueo, daar komt Hazardeuse. Hazardeuse gaat hard naar voren. Achter hem aan probeert te gaan Guinness de Janeiro. En zo schuift het hele veld in elkaar. En we gaan op weg naar die laatste bocht tussentijds 17-5 met Ismael Dupré nog altijd aan kop. Ismael Dupré heeft een dichttrek hoofdstel, die staat nog steeds open. Bakker heeft dus nog een hulpmiddel straks om in te zetten. Hazardeuse komt wel dichterbij. Haltika Di Gueo ligt nu derde en de vierde plek aan de buitenkant is voor Guinness de Janeiro. Daarachter ligt Girly Purple. Halverwege de Tjarda-bocht. Nummer 6 galop. Is het nog altijd aan de leiding Ismael Dupré? Ismael Dupré komt als eerste in de laatste rechte lijn. En dat dichttrek hoofdstel gaat nu dan wel dicht. Het is aan de reling. Zijde Ismael Dupré aan de buitenkant Hazardeuse. Die gaat weer naar buiten lopen. Ismael Dupré aan de binnenkant Hazardeuse loopt naar buiten. Loopt dus ook niet in. Dat ziet Bakker ook. 11-8 de tussentijd. Ismael Dupré blijft makkelijk voorop. Hazardeuse blijft tweede. En plek 3 is voor Girly Purple. 17-8 voor de winnaar.